Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Het is vanmorgen behoorlijk onbewolkt boven Nederland. Er komen wel wat sluierwolken voor en in de vroege ochtend lokaal ook enkele mistbanken. Maar in de loop van de ochtend worden toch eigenlijk op de meeste plaatsen flink zonnig, dus op die sluierwolken na. De temperaturen vroeg in de ochtend, zo'n 19 tot 21 graden en er staat weinig wind. Vanmiddag loopt het kwik nog een heel stuk verderop. Op de Wadden wordt het een graad of 24, maar in het diepe binnenland kan het weer tropisch warm worden voor de eerste keer sinds 19 juli met lokaal 30 of 31 graden. De bewolking vanuit het westen neemt wel toe en vanavond kan er vooral in het noordwesten en westen enkele regen of onweersbui voorkomen. In het binnenland blijft het droog. De wind is wel inmiddels naar het noordwesten gedraaid. Morgen komt dan de koele lucht binnen. In het oosten en zuidoosten van het land kan het eerst nog zomers warm worden. Maar vanuit het noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En plaatselijk kan het ook echt flink regenen. En daar komt het kweek ook met moeite boven 20 graden uit. In de dagen daarna blijft het koel cool en wisselvallig met geregeld buien. Maar vanaf donderdag gaan we ook de zon af en toe alweer een keer zien. De wind die blijft meest in de zuidwesthoek zitten en is matig, windkracht 3 of 4. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl